Wordt dit lastig snowboarden, want er zitten geen bindingen op. Zijn tanden, kijk hoe hit ze zijn geworden. Het is fucking kerst vandaag en nu is die kapot! Ja. Oh nee, kookt over. En jij wilde wat anders doen, maar ik heb niet gezegd wat het leuk is. 3, 2, 1. 1. 6. Nee! Wij hebben 6. Een hele goede morgen jongens en meisjes, dames en heren. Ik sta hier met een snowboard die ik voor mijn vader heb. Nu wordt dit lastig snowboarden, want er zitten geen bindingen op. Dus we gaan even deze ochtend beginnen met Snow Country eventjes een nieuwe bindingen halen. Nu is het zo, ze zijn natuurlijk dicht, maar ze mogen wel ophalen. Nu hoop ik alleen heel lief dat ze ook vast de bindingen erop willen zetten, want dan hoef ik dat zelf niet meer te doen. Dus we gaan even aankloppen en hopen dat dat lukt. Dus wat we eigenlijk gaan doen, eigenlijk ik niet, ik haal hem alleen uit de doos. We gaan deze bindingen gaan weer opzetten. En dit is eigenlijk dezelfde binding als ik heb, alleen dan eventjes net één standje soepeler, net even iets fijner voor mijn pa, want mijn pa die is al bijna 60. Weet je, hij is gewoon oud eigenlijk. Hij is bijna bejaard, hij is opa. Ik heb dit nooit gedaan, dus ik ben benieuwd. Je hebt het nog nooit gedaan? Nee, ja, dit heb ik wel gedaan, alleen met de camera zeg maar. Dat heb ik nog niet. We hebben nu een professional erbij, die even gaat uitleggen wat we moeten doen. Want je hebt zeg maar de grades waar die scheef in gaat staan. En ik heb in mijn hoofd dat ik 15 en 10 sta, kan dat? Kan, ja. 15-9 vaak. Ja. 15-9, dus dan sta je eigenlijk een beetje zeg maar als een eend, dus steeds duk staan. Zodat ik ook zeg maar als ik met mijn andere voet voor sta, niet helemaal vaag sta. Nu is mijn vader wat minder sportief in het snowboarden, dus die wil gewoon naar beneden met een bochtje. En die staat rechts voor, dus ik denk dat we hem dan anders in moeten stellen. En dan ga je voor? 15 aan de voorkant sowieso. Mm-hmm. Aan de voorkant zet je hem sowieso... Nice. Nee. Aan de voorkant zet je hem sowieso 15. En de achterkant is het ook leuk om 15 te doen als je beide kanten op gaat rijden. Ja. Maar als je, ja, je vader die zal waarschijnlijk één kant op rijden. Ja. Dus is het prima om hem op 6 of 3 te zetten. Ja. En deze bindingen, dat is mij net verteld, zijn zachter. Dan dus degene die jij hebt. Dan degene die ik heb. Want ik heb dan best wel harde bindingen. Ja. Best wel stijf zijn, maar dus dan is het eigenlijk meer controle. En dit is gewoon wat lekkerder als je gewoon lekker bochtjes maakt om te pielen. Hij gaat een leuke board en hij komt van een nieuw board, dus het is helemaal prima. Dus we gaan deze even in elkaar zetten. Binnen. Ze hebben de bindingen erop gezet en zoals ik net al zei, ik heb omdat ik influencer ben een klein beetje voordeel. Stop met bellen! Ik heb een klein beetje voordeel daarmee. We gaan nu deze inladen, ga ik die binnenkort aan mijn vader geven en dan hopen dat we dit jaar nog windsport mogen, want dat is eigenlijk nog een beetje de vraag. Daar gaat het van afhangen. Maar mijn pa heeft in ieder geval wel weer een mooi bordje. Zijn bij mijn ouders en we gaan even een bord doen. Bord geven aan mijn pa. Nu is het zo. Mijn pa is er niet. Ik heb wel zo'n snowboard, dus ik leg die gewoon denk ik lekker hier zo neer. Dan kan die vanavond mooi bekijken. Oh, als hij thuis komt, zijn nieuwe snowboard. Zo'n setje kost ongeveer 500 euro. Dus voor de mensen die zeg maar denken van, hey, ik snowboard ook en ik huur normaal voor 150 euro per week een snowboard, is het best wel rendabel om een eigen snowboard te kopen. Dit setje is iets goedkoper dan dat ze gemiddeld bij Snow Country hebben, want daar hebben ze best wel betere boards. Oké, ik zit in de auto. Daar is Nike weer. Ik heb even mijn snowboard afgegeven. Ik heb de Nike weer afgedropt. Het is vandaag een hele random dag ook weer. Want ik ben weer alleen maar meetings aan het houden. Nieuw bedrijf. Komt eraan. Begin januari. Houd in je agenda. Ik ga iets heel erg leuks doen. Ook voor de autoliefhebbers wordt dit heel erg leuk. Dus ik ga nog niet veel over zeggen. Het komt binnenkort. Nieuwe website komt eraan. We gaan jullie heel veel geld teruggeven. Wedstrijden doen. Mensen dingen laten winnen. Auto's laten winnen zoals ik al zei. En dat wordt allemaal vormgegeven. Maar daar heb ik vandaag weer de hele dag meetings over gehad. Deze week is echt slecht voor vloggen. Waar ik wel heel blij mee ben. Zijn tanden. Kijk hoe hit ze zijn geworden. Ja, heel mooi. Het is oprecht. Doe die kauwgom er eens naast. Helemaal niet zo'n groot verschil. Normaal had je echt gele tanden als je je kauwgom op je tand plakt. Ja, ik wou even mijn tanden laten fixen bij Best. Dat was toevallig. Ik werd vanochtend gebeld door iemand die zat de comments te kijken. Die zei, hey, je praat best wel... Mensen denken dat je heel negatief was over Best, omdat ze toen mijn afspraak hadden afgezegd. Maar toen was ik even aan het ranten over dat ik... mijn afspraak was toen afgezegd toen ik er was, omdat ze pas om 9 uur openging. Ik was de eerste die de afspraak had. Dus toen diegene ziek had gemeld, konden ze mij pas bellen die volgende ochtend. En toen zagen ze, dus waren er wat comments van mensen. Wat stom daar zijn ze, zeg. Maar ze konden niet veel doen. Er was iemand ziek en ik was gewoon chagrijnig omdat mijn afspraak was afgezegd. En ik vroeg in Amsterdam was voor niks toen. Dus dat... Nu zijn de tanden klaar, zijn ze al gefixt. Ik vind ze misschien iets te wit geworden. Omdat ik dus zeg maar deels een facing heb. En een facing dat is dus eigenlijk
ik heb composiet, dus eigenlijk hebben ze een soort stukje steen of zo is het volgens mij aan je tand gemaakt. Omdat die gaatjes die ik had, die kon ik niet meer opvullen, omdat het een stuk afgebroken tand was. En dat hebben ze dus nu gefixt en daardoor hebben ze 6 tanden gefixt, zodat het allemaal één geheel lijkt. Dus dit is niet een glimlach. Maar ik vind het misschien een klein beetje te wit, maar dat is mijn eigen schuld. Want ik heb er zelf voor gekozen, ik zei dat het gewoon zo goed was. Dus ja. Moet je meer koffie drinken? Ja, nou, dat zeiden ze. Ja, als je minder wit hebt, moet je gewoon koffie drinken en dan is het niet meer wit. Dus oké, is goed. Dus, niet te veel, dan wordt het weer te geel. Mijn koffie aan het drinken als een motherfucker! Ik heb daar al 2 koffie op, dus ik ben lekker aan het tuiteren! Goed, eerste kerstdag. Oh, en kerstavond is het. Dus we gaan lekker kerst. Wat? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. We gaan helemaal niks met kerst doen. We gaan lekker kerst. Nikkei. Nikkei en ik gaan vanavond kersteten maken. We zijn dus thuis en wij hebben een kerstster gekocht. Of nou, niet gekocht, deze hebben we in de AliExpress pakketten. Het is fucking kerst vandaag en nu is die kapot! Ja. Wel fijne kerstmis allemaal. Met die kerstballen en kerstbomen. Wij hebben geen kerstboom. Wij hebben een yucca. We hebben een tweede idee. We hebben een lamp. Krijg je hem dicht? Ja. Ja? Oké. Nee. Pauw. Mooi. Ben je er blij mee? Dat je een beetje pipi licht geeft, maar goed. Zo, we zijn volle bak bezig met de voorbereidingen. Tiramisu aan het maken. Ik ga pasta maken met uitjes, knoflook en weet ik wat allemaal. Of uitjes, dat zijn tomaatjes. Nikkei is hier bruschetta's aan het maken. Ja. We hebben een gin tonic om een beetje luxe te lijken. Want we, ja, Nikkei lust geen wijn en normaal drink ik heel veel wijn. Oh nee, het kookt over. Je gaat niet de chocolade verpesten, hè? Nee, ik ben niet de chocolade aan het verpesten. Proost. Proost. Hoort bruschetta warm of koud te zijn? Koud toch? Weet niet. Jawel. Oké. Okay. Heb je het wel eens warm gegeten? Ik heb geen idee eigenlijk. Volgens mij het broodje warm toch? En een spelletje erbij gepakt. Omdat we het niet keken graag. Ja, jij zei, kom we gaan iets doen dat we normaal niet doen. Wat doen we normaal nooit? Een spelletje. Maar kijk, stel we gaan iets leuks doen. Dat doen we heel vaak overdag al. Gaan karten of weet ik wat. Nu dat nu kan. En als we een serie gaan kijken, dat doen we de laatste tijd s'avonds ook wel regelmatig. Ja. Dus dan kom je op hetzelfde uit. En jij wilde wat anders doen, maar ik heb niet gezegd dat het leuk is. Dus we gaan een spelletje spelen. En als ik verlies, dan wordt het niet leuk deze avond. Nee, als een Nikkei verliest, is dat een boos. Ik zal je dit spelletje even uitleggen. Dit is beverbende en beverbende heb je 4 kaarten naast elkaar liggen. Je mag de buitenste 2 bekijken, dus ga even onthouden wat dit is. We gaan dus nu spelen en dan zien jullie eventjes dat ik Dick van Nikkei ga winnen. Ik ga sowieso winnen. Buiten de kaart kijken. Oh ja. Dat is dit. Wat deed jij? Okay, praten. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh, ik haal mezelf. Die is niet goed. Die nemen we niet. Die is echt slecht. Die gaat nu al verliezen. Ik ben nu al vergeten wat er gewoon lag. Daarom ben ik nu aan het filmen, dan kan ik het terugkijken. Nu mag timelapse, Evan. Stop. Geen timelapse, Evan. Stop. Stop. Grap, ben je gek in de kop of zo? Ja. Oké, okay. Nou ja, draai je kaart maar open. Ik heb stop gezet, dan mag ik nog 1 keer. Maar kijk dit. Mag je nog 1 keer? Nee, dat heb ik net gedaan. Ik ga sowieso verliezen. Gast, dit is echt het slechtste wat ik ooit heb gehad. Ja. 10, 12, 15. Ik heb 5, 6, 7. Nikkei heeft gewonnen. Oké, okay, nou zo werkt het dus. En zegt iemand stop, dan heb je kaarten over. Ja. En daarmee ga je spelen. En nu moet je deze helemaal leeg drinken. Je hebt hem net bijgevoerd. Hele vaas ook gewoon. Hele vaas. Nee, oké. Okay, nee, het is gewoon goed. Een vaas, maakt niet uit. Wij hebben een leuke weddenschap. Wat doen wij? De verliezer moet de ander een massage geven. Van 5 minuten? Minimaal. Ja, of korter. Of langer? Korter. Langer? Ja, ik ga sowieso verliezen. Want, hoeveel staat het? 4-0. 4-0. Oh, 4-2. 5-2. 5-2 al? Ja. Ik wil nooit bezig met jou doen, omdat jij altijd wint, want jij kan alles. Dat is echt irritant. Ja, ik kan geen massages geven, maar dat is maar goed ook, want jij moet mij een massage geven. Nee, dit is dus de reden waarom ik nooit bezig doe met jou. Hé, hey, je wilt het zelf, hè? Nu ga ik winnen. 8-5 of zo? Die plek op mijn rug, daar wil ik wel graag gemasseerd worden, ja. Gaat dit? Jij wil een spelletje spelen? Niet ik.
Goh, jij wilde wel een spelletje spelen. Maar niet op zo deze manier. Niet als ik verlies. Nee, ik dacht dat ik ging winnen. Ja. Ik heb hem gestopt. Laten we de eerste kaart openen. Oh, dat is een 3. Dat is niet heel goed. Dat is een 0. Je staat 3 punten voor. Dan heb ik een 2. Jij een 4. Dat betekent dat je nog 1 punt voor staat. Dan heb ik een 2. Jij 4. Sta ik 1 punt voor. Dit is de beslissende ronde. 3, 2, 1. 1. 6. Nee! Jij hebt een 6. En dat betekent dat we zijn geëindigd met Nike 8 punten en Boas 10 punten. Ik ga sowieso winnen. Dus, wil je nu een massage voor een half uurtje? Ja, neem eerst maar een slokje alcohol, ja. Mag het ook volgend jaar? Dat is over 6 dagen. Ah, oh, jammer. Hey, eerlijk, we hebben 18 potjes gespeeld. We zouden er maar 1. Ja, dat is wel goed. Niet normaal. Ik ga even gemasseerd worden. We hebben fanmail van een nichtje. Van Made, voor Nike, hele fijne kerstdagen en fijne oud en nieuw. Kus Made. Ah, oh, dat is toch leuk. Dat is wel echt lief. Als je dit ziet, dankjewel Made als je dit ziet. Dankjewel Made. En dit ook. Nike en Made, hey jee. Made, mag ik de volgende keer als Nike weer bij jullie komt, wil je dan ook zo'n mooie tekening voor mij maken? Ik wil ook een mooie tekening. Nou, nu krijg je er heel veel. Ze kan echt goed tekenen namelijk. Kijk maar. Ik zie het. Niet normaal. En ik ook zo'n leuk verhaaltje. Mag dat ook? Dankjewel, Made. Sinds kort slik ik dus de B12, want dat is goed voor vegetariërs. Dan heb ik D-magnesium. Waarom slik ik ook weer magnesium? Magnesium? Is dat nodig? Waarvoor is het ook weer? Dat is voor je handen. Dat witte spul wat je op je handen doet als je gaat sporten. Oh, dat is goed voor je botten en je tanden. Oh. Ik heb neptanden dus. Stevige botten en gezonde tanden en... Dat is gewoon goed, er zit een vleesvitamine D, maar dat heb je niet, want jij eet het. Daarom, dus dit is ook vegetariër ding. Dan heb ik vitamine C, dat is zon toch? Of dat is D? Wat is C? Nee, C zit heel in fruit heel veel. Oh ja, ik eet ook niet genoeg fruit blijkbaar, dus die heb ik ook. En ik heb sinds kort deze van mijn maatje gekregen. En dit D werkt is zon trouwens ook. D is zon? Ja, ook zon. Oh ja. En deze heb ik van mijn maag gekregen. Dit zou heel goed moeten zijn, omdat ik de laatste tijd heel erg moe was. Ik slik ze, ben ik de afgelopen 4 dagen minder moe. Nee, maar jij hebt het volgens mij de afgelopen 4 dagen niet gedaan. Jawel, want er zijn er... Je moet er eigenlijk 3 per dag. Dus ik heb het voor 2,5 dag genomen. Heb je deze ook genomen? Ja, die neem ik elke dag. Echt? Ja, ik probeer het. Oh, ja. Dat is wel zo knap. Ja, kijk maar hoe leeg dat potje is. Ik ga stellen. Oh, er zit nog best wel wat in eigenlijk, als ik het zo bekijk. Er zit er nog meer in ook. Oeh. Hoeveel zaten erin? 120. Het zijn er nu nog denk ik 50, dus het klopt wel. 70 dagen, ik denk dat ze 2 maanden slik nu. Ja, zoiets. Maar je vergeet het wel af en toe hoor. Ik denk dat ik nu 5 dagen ben vergeten van de 2 maanden. Dus ik doe dat best wel goed. En ik merk gewoon dat ik de laatste tijd echt ziek moe ben. Dus nu ook. Het is nu? 10:30 volgens mij. 10:30 en ik ben echt al best wel moe. En ik heb het gewoon 's avonds heel vaak dat ik gewoon echt op ben. En overdag dat ik gewoon zeg maar mijn gedachtengang, zoals ik gisteren al vertelde, vandaag, vanochtend, wanneer was het? Ik weet niet meer nu. Vertelde ik al dat ik zeg maar gewoon mijn gedachtengang echt niet meer lekker loopt. Dus ik probeer nu even wat vitamine bij te slikken om te kijken of dat helpt. En ik moet binnenkort van Nike bloed gaan prikken. Ja, en weet je, je moet ook echt meer fruit eten, want dat doe je echt te weinig. Ik heb vanochtend banaan gegeten. Ja, oké, maar 1 banaan. Nee, gisteren banaan en vandaag een smoothie. En ja, ik heb net in mijn gin tonic heb ik een framboos gehad. Nee, maar gewoon iets meer fruit is echt goed voor je. Dan krijg je energie van. Ja, klopt. Dat moet ik echt gaan doen. Oh, en ik heb nog een appel op kantoor gegeten. Dus ik eet best wel wat fruit eigenlijk. Nee, maar soms doe jij zeg maar op een dag dan 3 stukken fruit. Ja, en soms 3 weken niet. En dan inderdaad heel lang niet. Ja, dankjewel. En bloedprikken is echt best wel handig om te kijken of er iets is. Zullen we even handschudden? Ik ga bloedprikken. Ik bestel lenzen voor jou en die ga je proberen. Wat is dit voor bed? Ja, oh ja, jammer. We hebben al een handen gezet. Ah, jammer nou. We waren allebei op de bank in slaap gevallen. Zie jullie morgen 4:30. Doei. Godverdomme.